Zo. Een hele goede avond. We gaan eens even kijken wat de Emmen kan verrichten tegen VVV Venlo. Aftrap over precies 26 minuutjes. En we gaan er even voor aan, hè. We gaan eens even kijken wat er hier gebeurt hier. Je weet het niet, hè. Je weet het niet. Even kijken. Ja. Welkom, dames en heren, op deze regenachtige dag. Uw commentatoren voor deze wedstrijd zijn Evert ten Apel en Jurie Mulder. Goeiedag, knubbels. Ik ben bang dat de wedstrijd van vandaag meer op een waterbelet zou gaan lijken. Daar zou je wel eens gelijk in kunnen hebben. Hier en daar beginnen al plassen op de te staan, hoor. Niet zo klaar, jongens. Met deze formatie stapt de thuisploeg het veld op. Ja. Er is dit keer gekozen voor een 4-3-3 systeem met een spits en twee vleugelaanvallers. Wat betekent dat eigenlijk voor dit duel? Nou ja, hopelijk leuk aanvallend voetbal. Ik ben benieuwd of de buitenspelers erin slagen om hun man voorbij te komen. Nou, het uitspelende team gaat in deze opstelling van start. Ja. Wie 4-5-1 zegt, denkt meteen aan een heel aanvallend defensieve formatie. Maar is dat zo in dit geval, Jurie? Nee, het middenveld staat vrij hoog, zodat er snel druk kan worden gezet. En die bal... Dat doen we niet, hè. Goed, ja. Ja, zal er vanuit het middenveld veel ondersteuning zijn voor die ene spits. Ja, kom op, hem. Klasse. Naar voren, kom op. Kan de bal zo eenvoudig onderscheppen. Naar buitenkant, kom op. Goed zo. Hang op, doe maar. Die paas gaat richting de vleugel. Hey. Die bal lijkt goed. Maar wordt weggewerkt voor het echt gevaarlijk wordt. Doe de aan. Doe maar, knal op die rommel. Ja, but see. Hij weet die kans te benutten. Klets, hoppatee. Hij breekt zijn elftal hiermee op voorsprong. En nu gaan we eens kijken hoe de tegenstander reageert. Net is jongens. Zo doen we daarin, hè? Ankootje. Maar dat vanavond ook maar zo doen. En dat was okay. De eerste. Komt die, nummer 2. Als je zulke ballen gaat geven, netjes, hou je de bal nooit netjes. In de voor een klasse bal. Hoppa. De bal wordt voor het doel gebracht. Die bal lijkt wel de juiste lengte te hebben. Prima. Doe dan, knal op. Goed zo. Jammer. Jammer. De scheidsrechter geeft een hoekschop aan. Dat is een mooi afstandsschot en een nog mooiere redding. Die. De bal wordt voor het doel gebracht. Nee. De bal komt diep, maar de tegenstander weet de bal toch weg te werken. Ah, jongen. Die kan erop. Kom op. Jammer, jammer. Netjes, denken ze in de achterhoede. Knooier. Nee, het idee van de paas was goed, maar er zit iemand tussen. De tegenstander kan eenvoudig onderscheppen. Wat een dramatische paas toch. Ja, klasse, klasse, klasse. Yep. En door. Come on. Knal op. Dat was gruwelijk mooi.
Pak aan. Ze zoeken telkens de vrije man zodat er ruimte ontstaat. Klasse. Redding van de keeper. We krijgen een corner en dat biedt mogelijkheden om de achterstand ongedaan te maken. De corner wordt diep getrapt. Daar was hij bijna. Een gevaarlijk moment, maar de bal mist het doel op een haartje na. Valt met. Hij probeert hem te plaatsen, maar ja, die bal die was net iets te scherp aangesneden. Valt met, geen paniek. Oké, jongens, naar voren. Even kijken. Ja, de waar. Die gebruikt dat prima het lichaam om de bal bij zich te houden. Pak aan. Gaat hij zelf of geeft hij hem af? Nee, hij ging niet zelf. Perfect nee. Over de flank gepaast. De bal komt in het strafschopgebied. Met de uitvoering, die is toch niet. Dat mag nooit weer, jongens, hè? Ja, dit ziet er toch niet echt lekker uit, hè? Als je zo'n bal uit de lucht plukt, dan moet je wel goed raken. Nou, en door. Kom op. Ah, jongen. Hij raakt hem nog aan, dus kan. Mooi. Diepe corner. Oh. Dat was een goede corner, maar er wordt niet optimaal mee omgesprongen. Ja, die baalt als een stekker. Daar zat veel meer in. Nooit. Je moet erin, jongens. Oh, pak aan. Pak aan, kom op. Die wordt vrijgespeeld in de diep. Nee. Prima actie van de doelman. Ja, buitenspel. Knoer. Ja, hij was weg, lag omhoog voor buitenspel. Jansen, De Leeuw. Klasse bal, jongen. Dat is dan wel weer bijzonder jammer. Het gevaar wordt afgeslagen. Ze hebben de bal veroverd. Kijken wat ze ermee kunnen. De eerste helft. Voor de rust bij een stand van 1-0. Van hem hebben we genoeg goede acties gezien in de eerste helft, Jori. Ja, die speelt bijna altijd goed, hè. En kijk, hij scoort ook nog eens. Nou, dus, is dat blij zijn. Ja, hopelijk kan hij nog een keer scoren om de voorsprong nog wat uit te bouwen. Maar goed, nou de tweede helft naar hem. Kijk, hem is veel beter. Kan nog. Wat hem anders doen. Die weg. Die aan. Ja, zo doen we het. Hoppatee. Nou, knap er nog een paar binnen, jongens. Kom op. Ja. Corner, een kans om de voorsprong te vergroten. Die bal is lang onderweg en de keeper zag hem dus goed aankomen. Knap inval de man. Even kijken. Hij kiest ervoor om de bal voor het doel te brengen. Ai. Wat is het doelpunt? Stop. Oh. Wat is dat nou daar? Ik moet zeggen dat die verdediging steeds prima opschuift. De buitenspelval functioneert uitstekend. Mijn god. Nou, vang op. Goed zo.
zomaar het balbezit weggegeven. Oh, jammer. Dat wordt gevaarlijk, jongens. De bal gaat breed. Dan zal nu de voorzet komen. Bal voor het doel. Doe eens. Dat leek een goede paas, maar helaas. Oh, mijn god. Wat goed gezien, hoor. Heel mooi die steekpas. Oeh, kantje boord, jongen. Weg met die bal en ver ook. Nou, pak hem. Toe dan. Juist. Uitstekend gezien. En nu jongen. Eigenlijk al klopt. Ja, dit moet natuurlijk gaan doen, Kirli. De wissel is natuurlijk een poging van de coach om op voorsprong te blijven. Weg met die vaart. Met de frisse speler erbij gaat dat beter. Nee, laat maar. De bal is nog aangeraakt inworp. Oh jee. Hij laat doorspelen, voordeel. De scheidsrechter fluit voor een vrije schop. Oh, jammer, als ze niet te lang wachten, kunnen ze genadeloos toeslaan in de omschakeling. De counter zag er veelbelovend uit, maar de tegenstander had het goed doorzien. Jansen. Doe dat. Ah, jongen. Die met rem aan. De coach gaat voor een andere tactiek. Prima natuurlijk. Ze stonden niet voor niets achter. Marien is er ook maar in mee. Vang op. Niet. En niks. Deurjagen. Keeper moet even opletten. Oh. Ja, en nu afmaken. Fijn paasje. Ja, kijk, een breedmal, hè? Lulo. Ongedaan, wat gaan we hier allemaal nog beleven, man? Jongen. Alle kanten op. Ik ben heel benieuwd of beide ploegen nu vol voor de overwinning zullen gaan. Nou, dit doelpunt is een verrassing. Niet alleen voor de fans, maar ook voor ons, de commentatoren. Nou, ja, ongelooflijk. Mogen volgers, dat jongens. Goed, in vorm zijn. Oh, was drap en dra. Ai, niet zo. Wat een belabberde paas. Nou, dat kan gevaarlijk worden. Gaat hij schieten? Nee, hoor. Prima breedte paas. De bal komt in het strafschopgebied. Nee, ook weer niet. Het gevaar wordt afgeslagen. We hebben nog net iets meer dan een kwartier aan reguliere speeltijd over. Pak aan. Jansen, speelt hij de bal af of gaat hij alleen door? Daar komt de voorzet bij de eerste paal. Weg is weg, denk ik, keeper. Die bal weet geen medespeler te bereiken. De verdediging ruimt op. Nog maar even. Nog maar een paar minuten. En deze twee teams gaan er nog altijd volop tegenaan. Er kan nog van alles gebeuren. Oh ja, zeker. Kom mee. Aangeraakt door een tegenspeler. Inworp dus. De stand is gelijk en we hebben nog 5 minuten op de klok. Komt er toch nog een overwinnaar? Prima schot. Oh. De poging was aardig, maar de redding van de doelman mag er ook zijn. Hij heeft de bal klem vast.
Ah, tuurlijk, fluit, joh. De scheidsrechter geeft een vrije schop. We gaan een nieuwe speler krijgen. Ah, bij mij ook. We zetten de machine erin, man, hè. Prima onderschepping daar. 3 minuten blessuretijd, geeft de vier official aan. Ja. De reguliere speeltijd zit erop. Nou mensen, de stand is gelijk. Gelijk spel. Met jullie zo veel plezier bij VVV FC Emmen. En we zullen wel zien wat wordt, hè. Bij mij was het in ieder geval gelijkspel. Tot een volgende keer maar weer. Ja hoor.